Hallo beste Java piepers, ik heb even mijn selfie stick mee uit wandelen genomen en ik sta voor de SAP kar en de SAP bar. En daar werkt Marjolein. Marjolein die woont daar tegenover, ergens boven Bedier. En zij werkt hier, ze is hier samen met haar vriend Luc, is zij de eigenaar van deze SAP joint. Kijk hier, daar is ze aan het werk. Helemaal niks. In volle glorie is hij gewoon de smoothies aan het maken. Zij is helemaal into de sapjes, healthy life, helemaal aan. En ja, jullie kennen haar misschien niet. Misschien kennen jullie wel haar hond, James, want die ben ik vanaf het begin van dit project ben ik die gaan fotograferen. Want James is was een kleine puppy toen hij in de Javastraat kwam, begin september. En ik fotografeer hem elke maand. Super cute. Hoe is het nu met James? Oh, James is geweldig. Die doet het supergoed. Ja? Het liefste hond van de wereld. Marjolein die heeft mij laatst gevraagd om mee te doen met een sapkuur. En een sapkuur, dat is... Ja, wat is een sapkuur? Een sapkuur is eigenlijk een soort van vaste kuur. Maar ja, je eet dus helemaal niks. Maar je drinkt wel heel veel groentesap. Dus je lichaam wordt eigenlijk juist wel heel goed gevoed. Maar de bedoeling is dat je eigenlijk je organen even rust geeft. He, die zijn normaal als je eet en als je gewoon buiten wandelt en uitlaatgassen binnenkrijgt. Die zijn heel hard aan het werk om al die gifstoffen weer uit je lichaam te krijgen. En als je dus even niet eet, dan hebben die organen even de tijd om juist zichzelf schoon te maken. Okay. En al die gifstoffen goed af te voeren. En daardoor ga je beter voelen. Klinkt aantrekkelijk, want ik zit echt de hele dag hier in de uitlaatgassen. En het leuke is, Marjolein heeft mij ook gevraagd, vette eer, om mee te doen met zo'n sapkuur. Want zij en haar vriendinnen, twee vriendinnen, gaan aanstaande maandag gaan ze starten met een driedaagse tour. Het roer omgooien. En dan gaan ze dus 3 dagen lang niet eten en die sapkuur doen. En maandag 16 januari is dat. Hoe heet ze ook hier? Renata? Renate. Van de Berg. Van de Berg. Ja. Groetjes als je kijkt. Leuk dat je kijkt. Renaatje. En Merel, ja. Ja, nou, superleuk. Ik ben helemaal game. Nice. Lijkt me heel leuk om mee te doen. Het lijkt me heel leuk als we wat meer mensen uit de buurt mee gaan doen met ons. Ja. Want dan kunnen we een soort steungroepje creëren en elkaar een beetje door de moeilijke tijden heen helpen. Dus ik wil eigenlijk iedereen oproepen om mee te doen. Dus stuur even een mailtje naar me als je mee wilt doen op info@desapbar.nl. En om jullie een beetje te motiveren krijg je van mij 15% korting. Hoppatee, bam. Dus dan wordt het niet 65 euro, maar... 55 maak ik ervan. 55 euro. Hoeveel sapjes krijg je dan? Je krijgt 4 sappen per dag en ik maak er ook nog amandelmelk bij. En jij hebt ook nog gezegd dat er een vriendin van jou yoga les wil geven. Ja, die woont hier ook in de Javastraat en die had ik al even geappt. En ze vond het een heel leuk idee, want zeg maar als je tijdens zo'n kuur, dan moet je niet te intensief bezig zijn, dus niet keihard gaan sporten of zo. Maar wat juist heel goed is en helpend is om die gifstoffen af te voeren, zijn yoga oefeningen. Dus ik heb haar gevraagd of zij misschien het leuk vindt om ons een lesje te geven tijdens die Paar dagen. Nou, dat gaat ze nu bij deze sowieso doen. Je gaat het nu sowieso doen en dat is included. Dus nou, super tof. En gezelligheid. Gezelligheid, gezond, gaat helemaal leuk worden. Ik vraag me af, hoe laat is het? Is het al sapkuur? Zij heeft de voorkennis op de intellectuele tijd van haar, van voorkennis op onze groenten, van smoothies. En alle supersappen. En van alle groenten die dus bij elkaar zouden kunnen passen. Ja. Dus daar moeten we op vertrouwen. Daar moeten wij dus op vertrouwen. En daar vertrouw ik ook op. Want het is een mooie dame.